Roger van Damme krijgt de titel van beste patissier ter wereld. Zijn desserten werkt hij af met de grootste precisie en oog voor elk detail. In dit programma nodigt Roger 7 sportieve wereldkampioenen uit en draagt een hemels dessert aan hen op. Welkom bij Roger van Damme Goud. Onze gast van vandaag is wielrenster Jolien Doorn. Een straffe madame die samen met Lotte Kopecky in 2017 de beste van de wereld werd in de koppelkoers. Yes! Hallo! Eindelijk! Dag Roger. De enige echte Jolien Doorn die ik eigenlijk al heel lang bewonderd, maar nog nooit gezien heb in het echt. Ja. Zalig. Hallo. Kom je mee? Ja, ik kom mee. Top. Voilà. Jolien Doorn. Volgens mij een van de bekendste, een van de beste baanwielrensters die we in België hebben. Ik denk ook van de wereld. Brons gehaald op de Olympische Spelen. Wereldkampioen. Zullen we daar al een keer op klinken? Ja, is goed. Wel, ik ga een fles knallen. Ja. Volgens mij heb je al aardig wat van die flesjes mogen ontpoppen, hè? Ja, toch wel, op het podium. En dan? Dan is het meestal schudden, zeker? Ja, schudden, ja. Hoeveel keer heb je eigenlijk in totaliteit al gewonnen? Ik heb dat totaal niet bijgehouden. Ik ben iemand die er niet mee bezig is. Allee, Jolien, kom aan. Nee, ik kan er echt geen getallen plakken. Ching. Ching. Jolien, vertel eens, hoe jong was je eigenlijk toen je al wist dat je eigenlijk wielrenster ging worden? Ik ben begonnen met wielrennen toen ik 12 jaar was. Maar toen had ik niet het idee van, ja, ik ga hier mijn beroep van maken. Maar het besef is eigenlijk pas gekomen toen ik 18 jaar werd en wereldkampioen werd in Zuid-Afrika. En toen had ik iets van, ja, misschien kan ik hier later wel iets mee doen en kan ik hier mijn geld mee verdienen. Ik heb een contract bij Sport Vlaanderen. Dus dat betekent dat ik kan leven als topsportster. Dus, Jolien, je wordt wereldkampioen. Beseft je dat? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet. Ik wil gewoon, elke keer als ik aan de start sta, wil ik gewoon een koers winnen. En is dat nu een kermiskoers of is dat nu een wereldkampioenschap? Dat maakt voor mij eigenlijk niet uit. Ik wil gewoon altijd winnen. Hoe komt het dat je rapper kunt rijden als hun? Nou ja, dat weet ik niet. Is dat een instinct? Is dat een bepaald moment dat je moet wegspringen? Vertel eens. Ja, dat is een combinatie van alles. Dat is vooral instinct ook. En dat heb ik wel, denk ik. Ik voel wanneer dat ik moet aangaan in de sprint of wanneer dat het moment is om te demareren. Is dat niet een beetje de lepe trucken? Ja, misschien wel. Ik ben misschien wel een lepe coureur, ja. Sommigen zouden misschien zeggen profiteur, maar... Zo'n wieltjeszuiger. Ja, dat moet ook wel. Ik ben een type sprinter, hè. Dus ik moet mijn krachten sparen en dan... Je bent echt een type sprinter. Ja, ja. Vandaar ook eigenlijk ook dat je niet alleen op de weg rijdt, maar ook op de piste. Ja, klopt. Ik denk dat ik mijn snelheid vooral te danken heb van de piste. Hoe werkt het op de piste? Ja, ik rijd dus in de winter op de piste. We rijden wereldbekers en kampioenschappen. En nu rijd ik vooral de ploegkoers. Dus dat wil zeggen hoge snelheden, hoge cadans op de fiets. Heb je een doel voor dit jaar? Ja, ik hoop terug wereldkampioen te worden met Lotte Kopecky in de ploegkoers. Dus dat is het grote doel, ja. Nu, als je nu een zoete zonde zou mogen begaan... Oh, dat is eigenlijk veel. Dat is eigenlijk moeilijk om één gerecht uit te kiezen, maar ik eet heel graag asperges. Wat eigenlijk ook gezond is. Maar dat is niet zoet. Ja, dat is niet zoet. En een zoete zonde... misschien chocomousse? Chocomousse? Ja, toch wel. Ik zou vandaag een Paris-Brest willen maken. Er zit een hele mooie historie achter, maar die gaan we straks vertellen. Ja, dat is goed. Kijk er naar uit. Top. Voilà, Jolien. Paris-Brest zou schijnbaar een wielerwedstrijd zijn. Paris, Brest, Paris. Oké. Het zal misschien een soort Parijs-Roubaix geweest zijn. Ja. En op de een of andere manier, we gaan een ronde soes maken. En dat zou eigenlijk verwijzen naar het wiel van de koersfiets. Oké. Okay. Heb je alle soezen gemaakt of nog nooit? Nee, nog nooit. Dus het zal voor mij de eerste keer zijn. Ben je eigenlijk wel een keukenwonder? Een keukenwonder zou ik niet echt zeggen, maar ik sta heel veel in de keuken thuis natuurlijk. Ja? Ja. Wat maak je dan zo allemaal? Ja, gewoon basic, hè, de maaltijden. Maar zo desserts maak ik eigenlijk niet veel. Oké. Okay. Dus 265 gram boter, 300 gram melk en 300 gram water. En dan gaan we deze eigenlijk naar een kookpunt brengen. En op een bepaald moment gaan we dan de bloem erbij doen. Ja. Nu,
Soezen maken is niet zo gemakkelijk. Het belangrijkste is een goede hete luchtoven. 250 graden, dan staat hem nu al op. We gaan die soezen er straks insteken en gaan we die oven even afzetten. En dan ga je zien dat die soezen heel schoon rustig omhoog komen. Dat is eigenlijk heel veel boter, hè, dat erin zit. Ja, dat is goed voor jou, hè? Ja. Dus je gaat nu... Let er dan ook op als je dingen maakt. Van echt, moet echt heel gezond zijn? Ja, toch wel. Ik probeer zo weinig mogelijk met boter te werken. Dus als ik kook, is het met olijfolie of iets anders. Ah, oké, met olijfolie. Ja. Oké, dat kookt nu. Dan gaan we nu de bloem erbij doen. 340 bloem. Ik ga er ook nog een snuifje zout en suiker bij doen. En dan is het gewoon een kwestie van mengen. En dan gaat dat vooruit. Jij bent dan nooit bang als je zo in de sprint tegen de grond vliegt? Want tegenwoordig zie je toch heel veel valpartijen. Ja, maar het moment dat je daarover nadenkt, is het best om te stoppen, denk ik, met koersen. En als je dan valt, wat dan? Ja, dat gebeurt al eens. En ja, dat is dikke pech. Heb je veel littekens? Dat valt goed mee, maar ik heb dit jaar wel mijn sleutelbeen gebroken. En dan? Oké, sleutelbeen gebroken en dan moeten we weer terug op die fiets. Ja, ik heb 3 dagen niet gefietst. Dus de vierde dag was ik terug bezig. Ja. Dus al bij al veel tijd al. Ja, oké, maar je sleutelbeen gebroken... Blijf roeren. Oké. Maar je sleutelbeen gebroken... Ja, ja. Als ik me eigen verbrand of snij, ja, dan moet er een plakken rond en... Ja, maar... Zijn wij dat wat zieliger als jullie? Ik werd geopereerd en het zat vast, dus op zich kun je niet veel verkeerd doen dan. Hè. Als je dan die voetballers zo ziet vallen, denk je dan? Tja, ja, voetbal is een hobby, hè. Het is geen sport, hè. Nee, maar ik vind dat soms ongelooflijk als ik soms van die renners zie die met een gebroken rib... Ja, die blijven gewoon rijden, hè. Ja. Ja, ik heb in een Omnium ooit dus de eerste dag het eerste onderdeel mijn 4 ribben gebroken. En ik moest dan nog 5 onderdelen rijden, eigenlijk. Dus nog 2 dagen koersen. En je hebt dat gewoon gedaan? Ja. Dus eindelijk ben jij gewoon bikkelhard. Nee, bah, dat is misschien veel gezegd. Laat zien hoe sterk dat je bent. Roeren. Roeren. En de bedoeling is eigenlijk nu dat we dat droog roeren. Dus blijf roeren. Ja, je gaat zien dat op een bepaald moment aan die zijkanten dat zo... Ik heb nu voelde dat dat nog een klein beetje... Zo... Dat is nog een beetje te vochtig. Dat moet echt... Ja. Zal nog eens roeren. Begin het al te voelen. Je ziet dat vocht, dat verdampt. En dat is wel een hele belangrijke. Voilà. Je ziet dat dat nu begint te veranderen, hè? Ja. Dus die bloem, die boter en dat water zorgt eigenlijk voor dat ik een schoon deegje heb. En hier gaan we nu zo meteen de eieren 1 voor 1 erbij doen. Je kunt dat zowel met machine doen, mm-hmm, als eigenlijk met de hand. Maar jullie hebben dat ook waarschijnlijk, hè? Zo'n machine. Zo'n motortje in het fietsje, of niet? Ah, nee. Aan de fiets, ja. Nee. Is dat niet waar? Nee. Allee, iedereen zegt dat. Nee, ja, ze zeggen dat, maar dat is niet toegelaten. Hè? Dat is niet toegelaten? Nee. Nu, als ik tegen jou zou moeten rijden, ik zou niks zeggen. Ik zou er wel eentje in steken. Ja, dat geloof ik wel. Ik zal je niet bang maken, maar mijn gemiddelde is zo 32. 32,7. Wat toch? Zonder motortje? Zonder motortje, ja. Ja, dat is al. Dat is knap. Wat is jouw gemiddelde snelheid dat je daar hebt? Op training? Nee, in de wedstrijd. Ah, in de wedstrijd? Goh, 43. Dat is altijd boven de 40 wel, ja. Dat is een pak rapper. Voilà. In totaliteit gaan we daar een 600 gram eieren bij doen. En dat doen we zo geleidelijk aan. Het is wel arbeid, hè? Hé, hey, serieus, joh. Hier, mag jij nog een beetje doen? Nog? Ze moeten er allemaal in. En ietsje steviger roeren. Vanaf als dat eitje eronder zit, dan die power. Jola. Kijk, nu moet je uit dat wiel komen. Je mocht overpakken. Zie dit? Kijk, en dan. Oh ja. De laatste eieren van onze 600 gram. Hoppa. Nu, die laatste sprint. Die is voor jou. Nog even. Kom aan. Het wordt ook zwaarder en zwaarder, hè? Dat is altijd, jullie. Zeker als je die bergen op moet. Amai. Voilà, perfect.
Nou, normaal gezien zouden we deze nu in een spuitzak doen. Ja. Maar wat doe ik? Ik doe dat eigenlijk gewoon daarin. In die vormpjes. Ah, ja. Nu, deze kunnen we dus zo in de vriezer steken. Ja. Als die strek mooi hard zijn, halen we die er gewoon uit. En die ringetjes die leggen we op bakplaten. En hoe moet ik dat dan thuis doen als ik zo die vormpjes niet heb? In jouw situatie mogen we van mij zo mooi ringetjes spuiten. Oké. Okay. Voilà. En we mochten er een stuk of vier van maken. Jeetje, Mina, je hebt het al een keer meer gedaan. Nee, nee. Meen het? Zeker niet. Ga je nog nooit een spuitzak vast? Oh, jawel. Jawel, maar zie dit? Dat gebruik ik helemaal niet veel. Hè? En voor wat? Wat maakt het dan met zo'n spuitzak? Ja, chocomousse, hè. Ik zou eigenlijk wel jouw recept willen hebben van die chocomousse. Ik zal je dat eens geven. Voilà. Ja. Deze is goed. We gaan dat nu allemaal in de diepvries doen. En dan gaan we een mooi krokant bodempje opleggen. Zo, je gaat dat zien. Ja, ze noemen dat een tijgersoesje. Als je van die pistolets gaat halen, dat is soms ook zoals aan die bovenkant zo die, dat tijgereffect. Motief, ja. We gaan dat maken eigenlijk met drie ingrediënten. Suiker, bloem en boter. Dat gaan we mengen. We mochten de machine pakken en dan gaan we dat daarin doen. Je mag er eerst 300 gram boter in doen. En altijd zorgen dat je boter op kamertemperatuur is. Dat zijn wel belangrijke dingen. Ja, je mag uiteindelijk al een dag van tevoren buiten de koelkast zetten. Ja. Want boter smelten in de micro, dan gaat eigenlijk je boter zo snel afsmelten dat het eigenlijk te ver smelt. En als je boter één keer smelt, dat komt nooit meer terug in dezelfde situatie. Je gaat altijd een afscheiding hebben van het vocht en het vet eigenlijk. Ja. Suiker mag erbij, 360 gram. En dan mogen we eindelijk een klein beetje laten draaien. Dan mag je nog 360 gram bloem bij. Patisseriebloem. Als je koekjes maakt, dan gebruik je eigenlijk altijd patisseriebloem. Als je een brood maakt, pak de broodbloem. Ja. Dat zegt uiteindelijk heel van snel. Nu bijvoorbeeld pannenkoeken en wafels, daar pak ik weer broodbloem voor. En waarom dan? Omdat dat een slapper gluten is. En op de een of andere manier zijn, zijn je wafels en je pannenkoeken lekkerder. Oké, dan ga ik eens proberen. Eet je niet veel pannenkoeken? Ja, pannenkoeken wel eigenlijk. Maar dan maak ik altijd mijn patisseriebloem. Ja, wat ik eigenlijk gewoon doe, het begin pak ik eigenlijk de machine om te mengen. Ja. En als je dat even laat rusten, dan kun je dat strek mooi uitrollen. En je ziet, als ik dat begin te kneden nu met mijn handen, dat dat eigenlijk een schoon deegtje wordt. En dan kun je dat eigenlijk uit de pot halen. En zo korrelig dat eigenlijk dat juist was, zo vast dat eigenlijk nu. Hè. Ja. Kijk, deze gaan we nu in plastic rollen en dan kunnen we dat laten rusten in de koelkast. Ja. En dan die boter die er eigenlijk in zit, die gaat opstijven. En dat zorgt er dan voor dat we dat zo meteen kunnen uitrollen. Terwijl dat hier nu een klein beetje hard wordt, gaan we een lekkere vanillepap maken. Ja. Die dan we straks gaan gebruiken voor in de Paris-Brest te spuiten. Oké. Heel simpel te maken. Wat gaan we doen? We gaan de melk aan de kook brengen. Een liter melk. En daar gaan we het goud van de patisseriekeuken in doen. Ken je vanille. Vanillestokjes. Dan mogen we de zaadjes uithalen. Ja. Dat heb je ook al gedaan. Je bent echt een keukenwonder, hè? Nee, ver van. Voilà. En dan? Je zegt gewoon dat je niet goed kunt koken omdat je dat niet te veel moet doen. Ja, dat ook misschien. 140 gram suiker gaan we erbij doen. En de stokken op zich mogen er ook in, hè? Ja, dat gaat perfect. Ja, want de vanille is tegenwoordig zo duur geworden. Dat is echt ongelooflijk. Je moet bijna rekening houden dat de vanillestok tegenwoordig bijna 5, 6 euro gaat kosten. Voor zo'n één stokje? Ja. En dan mogen die vier componenten hier, die mogen er allemaal bij doen. 85 gram roompoeder. 100 gram blonde cassonadesuiker. En die blonde cassonadesuiker, hè, zie je? Dat wat daarin zit, hè? Dit, hè? Dat was van proeven. Dat is zo lekker.
En dat geeft ook die, dat geeft echt die speciale smaak aan die vanillepap. Ja. Dan 200 gram room erbij. En dan mogen we even roeren. Nu, als je een hele goede pap kunt maken voor tussen de soes te steken, dan ben je wel de held, hè? Eigenlijk moet je dat in de acht kloppen, hè? Ja, ja, ja. En dan 400 gram dooiers erbij. Blijven kloppen? Ja, nee, je mocht stoppen. Dit gaan we nu aan de kook brengen. Dan gaan we daar een gedeelte van daarbij doen. Ja. En dat gedeelte gaan we daarbij doen. En dan heb je eindelijk de pap. Ja. Maar dan heb je straks de finishing touch van de Roger. Dan gaat er meestal wat boter bij. En dan zeggen ze, hoe vettiger, hoe prettiger. Hè? Ja, ook wel lekkerder. Hè? Voilà. Voilà, deze kookt. En ze gaan daar een deeltje bij doen. En de reden waarom dat we dat doen, als je alles er in één keer zou bijdoen, dan kunnen die dooiers, dan kan dat schrikken. Nu is dat al een klein beetje op temperatuur. Mm-hmm. En dat daar dan bij gaat, dan gaat dat perfect. Giet er maar allemaal bij. En zo maakt het eigenlijk simpel pap. Meer is het eigenlijk niet. Nee. Voilà, en je ziet, dat wordt nu dikker, hè? Ja. Nu, ik weet zeker, als ik langs de kant van de weg zou staan en je zou zo'n hongerklopje krijgen en je krijgt zo'n tubeke met die pap... Dan zou ik wel vliegen, denk ik. Dan gaan we wel de bergen overrijden, hè? Amai. Misschien bergaf, toch? Oké, dus je ziet dat die belletjes hier nu naar boven beginnen komen. Ja. Het is heel belangrijk dat die bolletjes erin zitten. Waarom? Die poeder zit daarin, hè? Die puddingpoeder. En die puddingpoeder moet gaar zijn, want anders gaat het eigenlijk zo'n beetje proeven. En dat is niet lekker. Dan proef je zo die bloemsmaak erin. En nu komt eigenlijk de touch van mezelf. Ik ga er 85 gram witte chocolade bij doen. Waarom? Als dat dan straks koud wordt, gaat die chocolade ook binden. En dan krijg je eigenlijk zo echt zo'n mooie, smeuïge pap. Dus het is niet zozeer voor de smaak dan, of wel? Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk is het eigenlijk zo, omdat je er ook een beetje gelatine bij doet en... Doe er eigenlijk liever een beetje witte chocolade bij, omdat ik dat lekkerder vind dan gelatine en ook een mooie binding vind geven. Ja. 10 gram gelatine. Dat kun je gewoon geweekt erbij doen. Voilà. En dan kun je eigenlijk zelf nu kiezen. Als je zegt van, ik wil het eigenlijk ietsje minder vettig maken, zou je er ook mascarpone kunnen bij doen. Nu, ik denk dat mascarpone eigenlijk even vettig is als boter bijna. Dus, maar mascarpone heeft wel het voordeel... Hier bijvoorbeeld, als je boter toevoegt, dan mag deze massa eigenlijk niet warmer zijn dan 40 graden. Mascarpone zou er eigenlijk wel al bij mogen. Omdat mascarpone, als dat smelt en dat wordt terug hard, heeft dat eigenlijk dezelfde consistentie. Boter totaal niet. Nu, ik ben ook wel iemand die precies is. Dus ik wil hebben dat ik perfect weet van... Wat is de temperatuur? Voor mij perfect. 40 graden, 42. En dan gaan we daar een klein beetje boter bij doen. En dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat onze pap super mooi van structuur is. In totaliteit doe ik er 325 gram boter bij. En die meng ik eronder. En dat moet allemaal met de hand gebeuren? Ja, je kunt dat ook met de machine doen. Met de machine zul je misschien een ietsje mooier resultaat hebben. Maar met de hand ook even goed, hoor. Ja. Aan jou de eer. Proeven? Volledig? Ja, je mocht, hè? Ja. Of wilde niet? Ja, wel. Als ik nou zo'n lepel aan de eindstreep leg. Geef dan maar dan. In hele kom. In hele kom. Wat we nu gaan doen, is onze soes afpakken. Nu, het allerbelangrijkste is eigenlijk het afbakken van de soes. De hete luchtoven, de temperatuur. 250 graden, dan gaan we die soes erin doen, maar we gaan de oven afzetten. Voilà. Gewoon af. Ja. En we gaan de soes 10 minuten erin steken. Ik heb ook al een bakplaat op zijn kop erin gedaan. Op het moment dat deze bakplaat in contact komt met die oven, dat trekt allemaal warm is. Nu, soes is iets... Je kunt ze maar één keer in de oven doen en de oven moet dicht blijven. Na 10 minuten
gaan we de oven op 160 graden zetten en dan gaan we ze nog 10 minuten nadrogen, eigenlijk, nabakken. Zeg Jolien, deze moet nu ongeveer in 20 minuten in de oven. Ik ben goed getraind op dit moment. Gaan we een trucje doen? Fietsen, ja, is goed. Ja? Ja. Zo Jolien, ik ga op mijn fiets. Ja. Jouw fiets staat daar, joh. Perfect. Ik vind persoonlijk, jij bent getraind op dit moment. Dus er moet een handicap zijn. Oké. Het zal wel lukken. Ja? Moeilijk, maar het zal wel gaan. Ga je me nog afrijden, denk je? Ja, ik zal proberen. Godverdorie. Here we go. Oké, Jolien. Voor mij tot die derde boom hier. Voor jou tot dat verkeerspoor. 3, 2, 1. Wow. Ja! Wacht. Domme. Wow. De laatste. Yeah. Yes. En nu gaan we Susan uit de oven gaan halen. Yes. Onze Susan, die hebben er nu nog 10 minuten in gezeten op 160 graden. En dan mag jij dat mooie moment voor jouzelf hebben. Trek die deur open. Het moment supreme. Hoppa. Voilà, Jolien. Klaar voor de sprint. En die sprint die ga ik hier met alle liefde insteken. Ik nodig jou al uit om lekker te gaan zitten. Oké. En dan ga ik jou verrassen. Oké, super. Oké? Ja, kijk naar uit. Voilà, Jolien. Het gouden wiel. Goh. Mooi kunstwerk. Met een bronzen touch. Ja. Maar volgend jaar misschien all gold. Ja. Smakelijk. Dank je wel. Superlekker. Ik moet eigenlijk eerlijk zijn, het smaakt me wel. En wel, Jolien. Ik vind het gewoon een bijzonder moment dat ik jou hier mag hebben en voor jou een lekker dessert mag maken. Eigenlijk hoop ik dat je nog heel veel kampioenentruien mag winnen. Mm-hmm. Geen blessures, niet vallen. Mocht nog veel snoepen van mij. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En hopelijk zie ik je met die gouden Olympische medaille ooit. Ja, laat ons hopen. Bedankt voor het dessert. Graag gedaan.